Ik heb 600 kilometer gereden vandaag met de bus. Oh, we zijn heel kloppen. De hartje papa moet je dan doen. We hadden vandaag gewoon twee bezichtigingen voor ons huis. Zo staat het ervoor. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En we zijn heel laat met het beginnen van vloggen, want het is al 3:30. Ja. Ik heb 600 kilometer gereden vandaag met de bus. Ja, ik heb de bezorging. Ja, ik heb de bezorging overgenomen, want ik had vandaag de bus nodig om een vaatwasser te halen. Helemaal in Limburg, achter Roermond nog. Ja, Venlo, klein toch? Plaatje bij Joos IJsselon heette het. En ik kende de ijsbereider, de ijsbereiderswereld is een klein wereldje. Hij was eigenlijk wat wij gaan doen, heeft hij 3 jaar geleden gedaan. Dus hij is naar het industriegebied gegaan met zijn ijskeuken. Hij heeft wel maar 1 ijssalon en hij wilde daarin groeien. Hij geeft gewoon toe, ja, was me eigenlijk niet gelukt. Het is niet geworden wat ik ervan verwacht had, dus ik ga weer terug naar mijn ijskeuken. En hij ging bij zijn... Gaat hij verbouwen en dan gaat hij een grotere ijskeuken maken. En dan gaat hij van daaruit voor zijn eigen weer produceren. Wij hebben al 3 ijssalons natuurlijk. Dus wij moeten al voor 2 ijssalons rijden. Dus ja, dan maakt die derde niet zoveel uit. Maar hij had mooi dat vaatwassertje 3 jaar geleden gekocht. En ik zag hem op Facebook en het stond er 10 minuten op. Dus ik heb gelijk actie ondernomen. Want het is nog net het enige wat ik eigenlijk nog nodig had. En het is, we hebben normaal altijd echt een A-merk, Hobart, is echt bekend. En dit is dan wel iets minder merk, dat is wel jammer. Maar, heel toevallig, die leverancier waar hij hem vandaan heeft, die leverancier heb ik ook. Dus dat kwam ook goed uit, dus onderhoud hebben we ook geregeld. En ik kwam precies uit met de timing op school halen. Dus ik heb die 2 met de bus opgehaald, vonden ze helemaal geweldig. Met die grote bakkersbus daar was. En nu zijn we thuis, Junior. Zijn laarzen waren van binnen helemaal nat. Ja, weet je hoe hij vanmorgen door de plassen liep? Ja, dan heeft hij de hele dag met natte voeten in die laarzen gezeten dan. Nee, want hij moet ze uitdoen op school. Nou, zijn broek was nat. Hij was helemaal nat. Ja, dan zijn ze buiten gaan spelen. Weet je wel of hij zijn broek geplast had in Eline de bus? Belt. Oh. Wacht even. Ja, die is in de bakkerij. Ja, die is bezig met onze Valentijn... stuurpakketjes. Oh. Dus daar zal ze vragen voor hebben, denk ik. Ja, maar zij belt altijd met iets en dan doet hij het niet. Oh. Ja, ik ga eventjes Junior laten zien. Oh, dat kan. Ja, dan had ze mij wel gebeld. Hallo? Jullie. Hoi. Hi. Oh, we zijn heel kloppen. Nou, ik zal jullie even het Valentijnse pakketje laten zien totdat ik nu heb. Ja, dan kan je even kijken. Nou, neemt hem zo meteen maar mee naar huis, ja? Dan laat ik hem wel even zien aan de volgers. Ik was dus met deze 2 nog in de bakkerij, dus jij hebt zanddeeg meegenomen, koekjesdeeg. En jij hebt echt deeg meegenomen, dus jullie gingen lekker bakken. En dan ga ik nog eventjes laten zien, want hier staat Junior met zijn natte voetjes. En hij gaat net koekjes maken. Waar is jouw andere laars? Want die ene heb ik op de radiator gelegd, hè? Ja, de andere heeft hij daar staat hij. Maar hij heeft er tegenaan gegooid, dus... Oh, straks is het een gesmolten laars. Koekjesdeeg. Koekiedeeg. Dat is lekker. Kaartje pappie deeg. Dat is lekker. Kaartje, jij hebt kaartje pappie deeg, of niet? Jij hebt koekjes deeg. Ja. Kaartje pappie deeg. Dat weet ik veel. Nee, jullie hebben pak maar. Lekker een bende aan het maken. Ik ben echt de koekjes aan het maken. Oh, ik ben even bij papa. Oh, ik kom te vragen. Ja, ze heeft dit. Van die suikerbootjes. Maar ik zei, dat is niet zelf gemaakt. Ik maak het niet zelf. Maar wel heel leuk, de kleur. Ja, maar... Ze zei, wat moet ik anders doen? Want anders dan mist het echt niet. Moet je even kijken of je die met inkopen, of dat goed te vinden is. Of ik daar in kan kopen? Ja, of er een grote hoeveelheid van in kan, of je daar in kan kopen. Ja, wat het kost. We kopen die per kilo in. Ja, Maar er zijn er volgens mij nog best veel. Ja, we hebben wel 3 soorten roze en rood, dus... Maar het is wel heel mooi als kleur. En het is een beetje een geboorte trouwding. Dus dat is wel leuk. Kijk! Ik zou niet weten wat anders. Ja, dat is goed. Doe maar. Neem hem zo meteen maar mee naar huis. Dan gaan we hem hier bekijken. Maken we hier ook wel even een mooie foto, ja? Mm-hmm. Oké. Oké, dan kom ik er nu aan, ja? Ja. Nou, we zijn eruit.
We hebben het pakket. De foto is wel een beetje nep. Want morgen gaan we de brownies maken. Nu hebben we die niet in het assortiment. En nu hebben we kaneelcake gepakt. En, maar dit wordt de brownie met roze chocolade erop. En wat decoratie. Hier zitten 8 likeurhartjes in. Met limoncello, flugel, boswandeling en 43. En dan hebben we een leuk chocoladehart met aardbeien. En roosje. En hoe heet die dingetjes? Is echt ja, Belgisch. Suikerbonen. Ja. Trakees. En onze karamel zeezout brik chocola. Dat is een topverkoper bij ons. De brownie is een topverkoper. Die hartjes. Ja, en dat is onze chocoladereep. Dus hij is heel leuk. Kijk, dit is een stift en die kan ik... Hiermee kan ik kleuren op de koekjes. Dit kan je eten. Dit kan je eten. Nou, laten we zien dan. De koekjes zijn net uit de oven. Alleen het is zwart wel. Maar... Ja, ik wist niet dat bestond. Dus ik kan I love papa opschrijven. Ja. Dus deze wordt voor jou en dan... Ja? Doet je het een beetje? Ah, ja. Ja. Zo. De aai hartje papa moet je dan doen. Ja. Dat schrijf je naar lof ook goed dan. Wil jij hem nu al maken? Hij kan wel de webshop. Ja. Ga ik nog die appels? Ja. Ja. Oh, dat is wel heel lief. Alleen voor de rest kan ik niks echt als topping gebruiken. Oh. Dat is lekker. Ja, die hadden we eerst in het pakket. Die heeft de Lini vandaag als test gemaakt. En hoe noemde ze die dingen? Twix of niet? Nee. Wat heeft ze gemaakt? Ja, dat met karamel. Oh, dat weet ik. Shortbread. Ja, het is heel lekker. Ja, dat is echt heel lekker. Door de lijn. Die moeten wel door de lijn, heeft ze vandaag niet gedaan. Ze heeft hem gewoon zo even... Het is aan de onderkant. Dat is net een Twix, hè? Ja. Ja, dat is lekkerder. Oh, dat is echt heel lekker. Die karamel ook heel goed. Ja, ik heb ook een stuk op. Is dat van die die in de bonbon en ook in de basilicus zit, die karamel? Zelfgemaakte karamel, ik weet het niet. Ze is daar vandaag mee bezig geweest. Ik heb er niks van mee gekregen. Ik heb wel een dag busje gereden. Mm. Ja, is goed, hè? Dat is echt lekker. Ja. Mm. Dat is alleen niet goed voor de lijn, hè? Nee. Dat is wel. Ik kan oogjes maken. Oh ja. Oh, nou aan het vak. Dat is echt. Dat is echt een nadeel met mijn vak. En zeker nu ik wat ouder word. Vroeger kon ik eten wat ik wilde, maar dat gaat niet meer. Dus ik moet het echt goed in de gaten houden. Eet wat ik wil! Eet ja, jij kan eten wat je wil, ja. Gelukkig heb je kinderen die het wel goed kunnen testen. Ja, nou ja, je moet het ook in de gaten houden. Maar het is wel als je ouder wordt veranderd. Je moet ook niet schuin houden. Maar je kan niet van de vloer eten, want er ligt genoeg. Dat zeggen we dan. Wij zijn net thuis van eten bij vrienden en de kindjes die slapen allemaal al. We hebben vandaag op zich wel iets bijzonders nog gehad, want we hadden vandaag gewoon 2 bezichtigingen voor ons huis. Ja, dat was gewoon hartstikke lang geleden. Het was heel lang geleden, ja. We hadden eigenlijk de hoop een beetje opgegeven. Ja, en er kwam 1 bezichtiging en toen kwam dan mijn broertje, de makelaar, van er komt nog een bezichtiging. Ja. Dus wat dat betreft trekt het misschien wel weer een beetje aan. Het is ook heel typisch, want we hadden eigenlijk een beetje voor onszelf besloten. Nou oké, het gaat hem niet worden. We gaan het ook hier niet voor anders of voor minder doen. We blijven hier wonen. Het huis is prima. Ze hebben allemaal een eigen kamer. Ja. Als straks de economie weer goed is en de kinderen zijn al wel ouder het huis uit. Dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. En dan krijg je 2 aanvragen voor. Ja, en één aanvraag heeft gezegd van ja, we hebben echt heel veel interesse. Ja. Ik moet het eerst zien. Ja. Dan geloof maar het is ook echt, de vierkante meterprijs is echt heel laag voor ons huis. Het is natuurlijk heel veel vierkante meters. Het is eigenlijk heel groot. Ja. Maar ja, je moet, kijk, in een gezin van 4 snap ik dat je eigenlijk aan dit huis niks hebt. Nee, het is een ander huis dan, het is niet voor een gewoon huis, is het een huis. Nee, maar je zou ook een praktijk aan huis of beneden iets kunnen doen en erboven gaan wonen. Dus ja, onze hoop is dat er nou iemand dan dus daarvoor gekozen heeft. En dat het ergens, zeg ik, voor mij hoeft het eigenlijk niet meer weg. Nee, ja. We hebben afgelopen maand een beetje de beslissing genomen. De koopbocht is er afgewaaid. Ik zei al, we zullen het maar van funden afhalen. Toch nog even laten staan. Ja.
Dus ja, dat geeft toch wel weer wat stof tot nadenken bij ons. Dus we weten het niet. Nee. En, wij zeiden, het zou toch wel zijn. Ja, dat dan niet nou, meer verwacht. Ja, en dat dan wel verkocht wordt. Ja. Ja, en dan hebben we al heel veel ideeën. Maar dat zeggen we wel als verkocht wordt. En we hebben, dus, nee, maar eigenlijk hebben we nog geen één idee. Nee, want maar we weten glad niet wat we willen. We hebben toch over heel veel dingen gehad alweer vandaag. Ja. Ja. Allebei toevallig. Dus heel veel ideeën. Wij dachten, allebei apart hetzelfde van elkaar. Ik zat in de bus en ik dacht, ik wil, dat is eigenlijk het enigste waar ik wil wonen. Dat is dan Roosendaal. Voor mij. En ik zei het of ook. Misschien Wouw of Oud-Gastel of zeggen. Rondom Roosendaal. Ja, rondom Roosendaal. Ja. We zijn zo Roosendaal georiënteerd. We hebben allebei onze jeugd in Roosendaal een beetje gehad. Ja, Guusje ik in Oud-Gastel, half Oud-Gastel, half Roosendaal, Sofie helemaal Roosendaal. Guusje wil Roosendaal naar school waarschijnlijk. De jongens zitten nu in Roosendaal te hokje. We hebben onze IJsselon in Roosendaal. Ja. Teleur ligt dicht bij Roosendaal. Ja. Oudenbos, Halsteren liggen allemaal dicht bij Roosendaal. Ja, ja. Dus, en ik zei ook... Als wij gaan shoppen, ja, doen we dat in Roosendaal. Ja. Als we gaan lunchen, doen we dat eigenlijk meestal in Roosendaal. Ja. Dus ja, zo staat het ervoor. En dat wilden we even vertellen. Dus dit was een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe. Junior die houdt heel erg van vulkanen. Dat was mijn droom als kind. Dat wordt echt de mooiste vulkaan ooit, hè? En die had mijn bus toen tot losgereden.